Je krijgt hartjes van Menno als u zich registreert op bluetooth.studio. En dat is eigenlijk wel bloedgeil om te zien. Dit, dit is fake nieuws. Dit is echt een valsheid gewoon. Ja. Ik, ik denk dat zelfs de trouw dit niet durft te schrijven. Hele tragische dingen om naar te <laughs> kijken. Ja. You're fired. Alles hieraan is natuurlijk voorop gezet. Kamala Harris. Ze had wel goede klokken. <laughs> ja, ze had <laughs> mooie horloges. Waar gaan we het over hebben vandaag? We ja. hebben natuurlijk leuke dingen. Dit is een leuke dingen waanzinbar. Welkom bij de waanzinbar trouwens. Mijn naam is Tom Switzer, trouwens, dit is Menno ook, aangenaam. En uh, we gaan het over uh, echt ouderwetse en waanzin hebben. Dat wil zeggen, de reden waarom ik er nog steeds brak uitzie. Ik heb al een week lang ongeveer een allergieaanval. En een van die nachten dat ik dus wakker lag, heb ik lekker de bed en breakfast vol liefde gebinged watched. Althans, zoveel als ik kon verdragen. De best bekeken tv-programma van Nederland, toch? Schijnt. Ja, iets in die richting. Ja. Heel Nederlands schijnt erop te hebben zitten wachten. En uh, als je dan naar uh, NL ziet gaat, of een abonnement daarop hebt, dan kun je al tv kijken. En dan kun je ook al van, van dat soort seizoenen, kun je dan in één keer alles kijken. Dus volgens mij heb ik, heb ik het wel vier afleveringen uitgehouden. Dan... Uh... Gok ik dat je nu een paar IQ-punten armer bent? Dat weet ik niet, maar ik vond het wel grappig. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. We gaan het hebben over dat omvolking volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, Ja, bestaat. Nou, wat een verrassing. Ja. We hebben um, uh, Jack Oostveen, die hier al een keer eerder in, uh, in de studio is geweest. Over, uh, die heeft allemaal heel, hele moeilijke grafiekjes. Echt een grafiekjesman. Heeft in Delft gedoseerd. Echt een techneut. Ingenieur in van alles. En die heeft hier ooit een keer de oversterfte van het CBS. Of volgens het CBS. keurig uitgelegd. Dat was een vrij pittige aflevering, omdat het nogal wat uh, grafiekjeskennis. Uh, hé, je moet ze kunnen lezen. Maar dat was wel echt een van de meest fundamentele onderzoeken op basis van CBS-cijfers. En nu heeft hij hetzelfde gedaan met omvolking. Omvolking, hè, dat in de kranten heeft het een slechte naam omdat er een plan achter zou zitten. Er schijnt ook best wel veel bewijs ervoor te zijn dat het idee van omvolking dat dat toch best wel uh, gepland was, achteraf. Ja. ja. Uh, uh, wat voor plan, wat voor opzet, wat voor ideeën erachter boeien, ik weet het nou ja, niet. Maar er zijn een hele hoop redenen voor, natuurlijk. Ja, nee, Om, uh, maar uh, ja. dus beschuldigen die linkse lui ons weer van complotdenken en er zit een plan achter van alles. Dan gaan er natuurlijk mensen zoeken naar dat plan en dat blijkt er dan te zijn. Ik heb het nog niet bekeken, maar het, het schijnt er te zijn. Ik vind ons plan eigenlijk ook wel goed. Ik zit echt helemaal zo ingebunkerd tussen allerlei lekkere materialen en dingetjes. En, uh. Ja, ik hoor tegenwoordig wel regelmatig Tom, uh, Telcel, Tom. Uh. Ja, Telcel. Ja. Nou ja, goed. Het is toch het leuk dat wij dat gewoon terugbrengen. Ja. Dat was vroeger heel leuk. Ja. Kon je uren naar kijken. Ik heb dus afgelopen zondag, ik heb een hele fijne zondag gehad, was leuk. Wat heb je gedaan? Ik heb heel veel gedaan. Ik ben eerst naar de mis geweest in Utrecht. Daar sprak ik een horlogemaker uit de grote beroemde vallei in Zwitserland die werkt daar. Was fantastisch. De jongen is echt een vakman. Die werkt voor een klein bedrijf die weer onderdelen maakt voor Oudema Piguet, voor Richard Miel, voor Hermès. En toen zei ik, beste man, ik wil daar wel eens heen. Hmm. Ja, dus uh, ik, wil, ik wil er wel eens een interview aan wijden. Want Epoch moet, uh, moet ook gevuld worden met mooie interviews. En wij willen in de Aficionado Archipel ook mooi videomateriaal. Want dan gaat het over ja, mooie ja. dingen. En uh, ja, goed, het was allemaal fantastisch. Dus da daar komt de vervolg op. Uh, hoe en wat weet ik nog niet. Maar uh, ontzettend leuk. Hele vriendelijke jonge man. En ik zei dus dat ik een fan, of een eigenlijk, ja, een fan van Patek Philippe ben. En uh, toen was hij helemaal verkocht, want uh, hij werkt nu voor een klein bedrijf... ...wat natuurlijk uh, redelijk commercieel is, dus onderdelen maken voor grote, grotere bedrijven. Ze werken samen met Parmigiani Fleurier en, en die maken dus ook onderdelen. En ze maken horloges, maar ze produceren ook onderdelen voor ook weer grotere merken. Maar dat is, dat is de wijze waarop dat kleine merk Parmigian dus overleeft ten opzichte van die grote merken. Dus ze verdienen veel aan het maken van onderdelen, maar ze maken daarnaast een soort ja misschien kietspelende of verliesgevende tak van uh, hele mooie klokjes. Werken ze allemaal mee? Het is toch allemaal vervlochten daar in die uh, de Ron uh, niet de -vallei, maar dat is uh, nee, tussen Neuchâtel en Genève. Ah. Ja, dus Oké. Okay. En toen vroeg ik van, waar, als het aan jou ligt, waar zou je nou uiteindelijk het liefste werken? Wat voor werk zou je het liefste doen in jouw vak? Hij zei werken bij Patek Philippe. Hmm. Dat als, je, blijft toch de... als je een Patek Philippe openmaakt, zei je, het is het gewoon 100% perfectie. Totale, totale perfectie is dat. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat is wel heel mooi. Wat ook leuk was, zei ik: van, Wat heb je nu zelf om je pols? En dat bleek een seagull te zijn. Zemio. Zeg maar. ja. Ja. Uh, ja, nee, ja, maar dat is een. Misschien kent u het. Dat is een merk uit China. Ja. ja en die maken mechaniekjes. Ik zei: joh, ik heb twintig jaar geleden een keer zo'n uh, klokje gehad met zo'n Siegel-Mechaniekje uh, erin. En dat was best wel ruk. Hij draait wel zo. Maar het was niet heel geweldig. Maar het schijnt nu echt best wel goed te zijn. In ieder geval zelfs beter dan de Japanse tegenhangers. Zoals Miyoto en Seika, Seiko. Dus de, de Seiko's van nu, de Miyoto's van nu, die zijn niet beter meer dan die Sieg Siegels van nu. En Siegel van nu. Is echt in opkomst. Je ziet het ook steeds meer gebruikt worden in westerse merken. Dat mensen dat ding uit China inkopen. Het kost ook niet zo heel veel. Dan koop je die mechaniekjes in. Die hoef je niet meer uit Zwitserland of Japan te halen. Maar die kun je nu bij Seagull kopen. En dan maak je gewoon een heel hip klokje omheen. Dus kast en wijzerplaat en wijzers. En uh, lopen met de geit. En dan heb je een, uh, een, een handopwinder. Dus een hand, een, geen kwarts horloge, maar een handopgewonden horloge. Voor een paar honderd dollar tot en met maximaal 2000. Dus dan kun je echt wat leuks kopen. Dan kun je wat leuke dingen doen, ja. 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 En dat is natuurlijk wel grappig dat hij dat zegt. Hij zit dag in dag uit tussen de Zwitserse klokkenmakers. En alles is uiteindelijk relatief. Dat is, dat, dat is wel mooi. Wil je perfectie? jagen op een Patek Philippe of een oude longine uit de jaren 40, 50. Prachtig speel, Echt, mooi. echt ja. supermooi. Dan ga je op een gegeven moment qua kwaliteit ga je wel naar beneden. Cartier, Audemars Piguet, dat zijn allemaal toch... Ja, het is niet het beste van het beste. Jaeger Lecoultre heeft superklokjes. Dat, komt echt wel, dat gaat echt wel richting Patek Philippe. Maar voor de rest, ja, als je gewoon echt iets praktisch wil. Ik heb ook een klokje met een titaniumkast voor op het strand. Weet je? Dat is gewoon schokbestendig. En er zit een mioto mechaniekje in. Draait, kun je opdraaien met de hand. Maar kan onder water, kan op het strand, kan tegenstoten, et cetera. Praktisch. Gewoon leuk. En dat, dat doet hij zelf. Dus zo pragmatisch zijn ze zelf ook. Ze, hè? De, de species van, van, van high-level horlogemakers in de zevende hemel. Ja. Ja, dat is, ik vind het wel prachtig. Ja, ik was gewoon echt opgetogen. Het is leuk om een keer zo'n uh, zo jongeman te ontmoeten die dat vak in is gegaan. Dus wie weet binnenkort uh, rit je naar Zwitserland. Oké, okay, dus we hebben CBS-cijfers en. Uh, ja, de grafiekjes uh, kun je de natuurlijk zijn op je bloedklein. Ja, maar die moet je op je telefoon okay. want we hebben geen kleur. We gaan het hebben over uh, natuurlijk. Kamala uh, Harris. Oh, yippie. En Trump? Trump. So, even Jinek zegt altijd Trump. En we hebben Tweets van de Week. Dus gewoon echt weer ouderwetse waanzinbar, vol onzin en, uh, en ongein. Maar ja, ook wel weer serieus. Ja, ik was natuurlijk, ik had uh, gisteren een lange dag. Het eerste deel heb ik dus al verteld. Het tweede deel hebben we gebarbecued, ook met katholieken. Dat was gewoon echt een uh, katholieke dag, zo'n beetje. Dat was leuk. We hebben heel veel sigaren gerookt en heel veel gebarbecued en heel veel. Uh, Ik heb eigenlijk niet zoveel gedronken, maar de anderen wel. En dachten we op een gegeven moment ook: van ja, waarom is het zo leuk? Weet je, op een gegeven moment waren de, de, alles tot en met vier jaar lag op bed. En, uh, en dan op een gegeven moment komen al die uh, huisvaders weer terug, die keurig hun kroost op bed leggen. Hè. Dus dat is niet allemaal vrouwenwerk, maar heel veel vaders doen het ook. Ja. En uh, toen werd het gezellig. Dus toen hebben we doorgerookt en gepraat en kerkpolitiek besproken. En uh, met vuisten op tafel geslagen, ruzie gemaakt en emoties getoond, gehuild. Oh nee, toch niet. Nee, we hebben niet gehuild. En op een gegeven moment dacht ik: waarom is het zo gezellig? En het was echt gezellig. En er pingelde een piano op de achtergrond. Er was een van, die, een van die tieners, die bleek dus heel goed piano te kunnen spelen. Maar hij was niet eens de enige. Dus er kunnen meer piano spelen. Er ging in één keer iemand met een trompet bijstaan. En er gingen vier meisjes bijstaan die gingen zingen. Die gingen gewoon een lied van Schubert zingen of zo. Of Pachelbel, of weet ik veel wat ze allemaal aan het uh, zingen waren. Nou. Echt belachelijk goed. Leuk. Echt, uh, and, oh de sound of music natuurlijk. Zo lekker stereotyp. Traditionele katholieken en uh, meisjes in rock, jongens in. Uh, ja, gewoon uh, normaal. Bla blagen in korte broek, net als ik. Ik ben nog altijd een blaag. Is, uh, dat, is, dat is een vraagje. Rokken, is dat ook echt katholiek? Uh? Want ik weet dat dat vanuit uh, onze kerk, zeg maar, was dat verplicht. Oh ja. Maar bij de katholieken dacht ik dat hmm, dat niet is zo was. Er zijn niet zo'n kledingvoorschriften. Maar er zit, het gaat, eigenlijk komt veel meer uit de mensen zelf, merk ik. Dat vrouwen zichzelf graag vrouwelijk willen kleden. En mannen graag mannelijk. En jongens jongensachtig. En zo. Dat, dat zit er veel meer in. Nou, bij ons was het echt zo. Als je geen rok droeg, dan kwam je de kerk niet binnen. Ja, okay. Dus met een broek kwam je de kerk niet in. Maar dat, dat gaf ook wel wat aan over... De, hè, dat wel wat uh, verzet... Uh... En hoed volgens mij ook. Ook verplicht. Mm -hmm. Dus dat waren allemaal... Uh, ja. Nee, er is niet een, een, een moeten. Alles in het traditionele katholicisme gaat alles uit vrije wil en ook vanuit een verlangen om het goed te doen. Dus in één keer zie je dan, als je daar binnenkomt, zie je dan vrouwen met een klassieke mantilla. Dat is een, een hoofddoek. En als je getrouwd bent, dan heb je een gekleurde. En als je niet getrouwd bent, dan heb je een witte. Een hmm, magelijk. magelijk. Ja. Is het dan ook zo dat weduwen uh, zwart dragen? Nou, of getrouwde uh, vrouwen mogen ook al zwart dragen. Dus ja, okay. alles, alles wat niet wit is. Nee, okay. Dus je nee. ziet ook getrouwde vrouwen met uh, zwarte mantilla's. Nou, maar, ook in de Latijnse, mij... dus in Spanje en in de Latijnse wereld zie je dat ook. Uh, in de gewone katholieke kerken zie je dat al veel meer daar. Bij ons alleen in de traditioneel katholieke kerken, dus met een traditionele mis. Overigens is dat niet specifiek Nederlands. Het woord duidt al aan, het komt een, een beetje uh, uh, komt uit de Spaanse wereld. Maar goed, op een gegeven moment hadden we dus, het was gezellig. En wij zaten lekker aan de sigaren en bier en theologische discussies te houden. En uh, lekker ruzies te maken zoals mannen dat moeten doen, vind ik. De jeugd was zichzelf ook aan het vermaken. Ik bedoel, iedereen tot twaalf tot, tot jaar was aan het racen op skelters en zo. Echt ook tot twaalf uur in de nacht. En ze waren aan het vissen. En er waren heel wat aan het musiceren. En er stond nergens een radio aan. En iedereen, de hele portie met kinderen en baby dat was al geweest. Dat was rond etenstijd en zo. En dan, maar niemand vroeg om muziek of zo. En, maar de muziek was er wel. Maar dat kwam in één keer gewoon van een piano en een trompet. En leuk. een paar kinderen die Sound of Music zaten te zingen. Ja. Ja, dat is toch supergoed. Ja. Oké, okay, hebben we nog verder uh, leuke dingen? Nee. nee, dat was het. Dat was het alweer. Oké. Okay. <laughs> uh, Boekaankondigingen. Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed om oh, even ja, te we hebben. Want we... een paar dingetjes. Ja. Ja, we hebben natuurlijk uh, nieuwe titels voor het najaar. Best wel wat. Een nieuwe epok staat erin. Nieuw boekje van Klaas Maas over uh, genderwaanzin. Een heel mooi nieuw boek van Nico Norten. Een nieuwe Schelmenroman. Ook nog vrij recent, dus over de laatste paar jaren. Dat is eigenlijk wel uh, mooi. De Dans en Eend was natuurlijk van 20, 30 jaar terug. En de holbewonercode is niet echt in dat. Dus dat is eigenlijk een uitzondering in zijn oeuvre. Maar de onvoorspelbaar verleden is natuurlijk zijn Afghanistan-tijd. is eigenlijk ook alweer wat langer geleden, 15 jaar terug of zo. Nu komt dan de narige kabouter. En dat, is eigenlijk, dat zijn de recente schelmenstreken van Nico Norten. Wat hij allemaal uitgevroten heeft in coronatijden. De deugden en ondeugden. En uh, de frustraties, de verhuizingen. Hij heeft ook heel Europa gezien in, uh, in slechts. Twee jaar tijd, die er nog niet in staat, maar die ik wel wil aankondigen, want daar is al een vertaalster mee bezig. The End of Women. Oh, ken je dat? De titel komt mij ja. wel bekend voor. En The End of Women is het einde van vrouwen. Kritiek op het feminisme. Prachtig. Een heel mooi boek. En wij kregen dus het, het, de vertaalste het aan om het te vertalen. Dus ik ging achter de rechten aan. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo kunnen we dat ook alleen maar doen. Dus wij zijn een kleine uitgeverij. En we hebben een klein budget per vertaling beschikbaar. Dus daar moeten we de rechten van kopen en de vertaler van betalen. Maar dat is echt een schijntje ten opzichte van de uren die iemand erin steekt. Desalniettemin, we zijn een goede uitgeverij. Kunnen gelijk rechten kopen bij Amerikaanse of andere uitgevers. Dat maakt niet uit. Als u dat ook leuk lijkt om een boek te vertalen en u wilt echt een goed boek vertalen, dan nou, doen we een voorstel naar info at tijgercom kunt u altijd een mailtje sturen met de titel en zegt dat van uh, ik heb ervaring met vertalen, dat is wel belangrijk, want anders krijgen we een rukvertaling, dat willen we ook niet. Maar nou, taalgebruik dan? Dan krijgen we een, een minder bruikbare vertaling. Goed zo. Okay. Dus zo, zo gaat dat. En ik vind dat goed, want kijk, in het buitenland is de hoeveelheid goede, kwalitatief goede titels is natuurlijk hoger dan in het binnenland en het buitenland is namelijk een stukje groter dan het binnenland. Uiteindelijk is het vertalen van boeken levert vaak meer en meer betere titels op dan puur met Nederlandse of Vlaamse auteurs werken. We hebben nog wel een paar leuke dingen, want um, we hebben uiteraard Bela Hamvas, mm -hmm. hè, met ja, de, de filosofie, filosofie van, van wijn. wijn, een superboek. En dat gaat niet nou. alleen over wijn. Het is echt een heel interessant boekje. In de 20e eeuw had je een stroming die hield zich bezig met boeddhisme, traditioneel christendom, heidendom, hè, dat paganisme. Uh, en dat, dat zat een beetje rond de figuren van René Guénon en Schumann. Uh, Het zat ook een beetje in Duitsland, Scandinavië, hier en daar Frankrijk en Engeland ook. En er was een club auteurs die zich echt een beetje op een, een snijvlak van heel veel tradities bezig hield. Hampas zat daarbij. Niemand kent hem. Hij is onbekend. Maar in Hongarije nog redelijk in de herinnering. Maar niet als de grote Hongaarse filosoof of zo. Of hij heeft dus een aantal kleine geschriftjes geschreven. Lukács, de, de, de grote linkse filosoof uit die tijd, de communist. Werd hij zodanig gepest dat hij uiteindelijk zijn baan verloor. Ja. En uh, toen moest hij dus bij een elektriciteitscentrale in ploegendienst. Dat is bijna een strafkamp was dat. Zeker voor een intellectueel. Heel treurig. Hij heeft, hij heeft best wel een zwaar leven gehad. De filosofie van wijn is, is een heel schitterend boekje. Het gaat niet alleen over wijn. Het gaat, het gaat ook over... Over sigaren en het goede leven. Maar het is echt een filosofisch boekje in de school van die traditionalisten. begin 20e of halverwege 20e eeuw. En we ja. hebben er, volgens mij nog een. Jazeker. Ja, uh, we hebben ook nog Rolf-Peter Sieverlee ja. met het migratieprobleem. Ja, is bijna klaar. Nou, ja, die komt Nico er aan. werkt eraan, is bijna ja. klaar. Ja. En uiteraard, ook al te bestellen, nog niet verschenen, maar komt er ook aan, is ja. de nieuwe Zijkalender voor seizoen oh, 2025. Die uh, is ook al bestelbaar. Ah, dus de dus, epok ja. is echt veel meer thema's ge themagewijs gebundeld. De volgende epok gaat dus over vlees, maar dan ook in een hele brede betekenis. Zowel concreet over het uh, vleesdiet. Uh, hoe heet dat ook? Carnivore. carnivore dieet, Goed zo, Menno. Ik ben het al helemaal kwijt. Ik ben al aan het uh, Bideniseren. <laughs> En over. Uh, ik ben joker, Harris. Uh, maar ook over slacht. <laughs> He, we gaan, uh, en, en ook over stierenvechten. En ook over dus vlees in brede zin als bron van beschaving. Als bron van, van, ons, van het leven eigenlijk. De motor van de beschaving. Oh, zo heet hij. De motor van de beschaving. Toch? Volgens mij wel. Ja, dacht ik ook. Ja. Zoiets. Ja. Ik weet niet meer wat ik verzonnen had. Maar de, het, zo is het wel echt. En die epoch gaat daar ook echt helemaal naar gevormd worden. En dat is het mooie ervan. En het nummer daarop, ja, het lijkt eigenlijk wel alsof we het boekje van David Engels aan het afwerken zijn. Wat moeten we doen? Dat zijn 22 levenslessen van wat je moet doen om de ondergang van Europa een beetje aangenaam te doorstaan. Een van die mooie levenslessen van, van die daarin staat, is: omringen je met schoonheid. Ja. En dat gaan we dus ook weer in hele brede zin gaan we daar een themanummer voor de winter van maken. Dat is wel echt typische winterbezigheid en schoonheid. Maar, dan moet je wel oppassen dat het niet materialistisch wordt. Hè? Wat ik nog wou benoemen is de herdruk van het prachtige boek van Kees van der Pel. De tragedie van Oekraïne. Europa als opmarsgebied in de oorlog tegen Rusland. Ja, dat is wel leuk. Is binnen en weer leverbaar. Dus uh, de mensen die hem besteld hebben krijgen hem eerdaags op de mat. En bestel dan ook gelijk even deze. Ja, dat is uh, ja, Glenn Diesen. Heerlijk! Ja, je kan hem en ook bij zijn, jezelf dat, houden. Dat he? zijn wel twee... Oh ja, ik okay, heb de goede kamer. Je hebt, dat zijn wel twee echt fantastische boeken. Ja. Nou, maken we bij deze een beetje een einde aan de reclame, neem ik aan. Nou ja, maar, de, de reclame... Dat, wij, dit zijn, was gewoon een hele een leuke, leuke intro in, in onze drie, boekenwinkel. Een drie uur telcel, waar ja. je had. Het CBS. Sjaak <laughs> of Jack Oostveen... Je mag hem allebei zo noemen, dat maakt niet uit. Uh, sommigen noemen Sjaak, anderen Jack. Die heeft gewoon waanzinnig veel uh, data verzameld over generaties, geboorte plus uh, immigratie in Nederland. Dat is heel leuk. We plakken even wat uh, grafiekjes in beeld, althans. Onze allerliefste en bevalligste editor gaat dat doen. En dan kijkt u mee. De grafieken waar u naar kijkt, die beginnen altijd, uh, of per generatie ziet u verschillende lijnen. Dus de generatie van 45, van 47, van 1950, 55 tot en met de generatie van 2020. En die cijfers die zijn bijgewerkt tot en met het jaar 2022. Dus er zijn heel veel generaties uitgesplitst in lijnen, dus in groepjes. De generatie cohorts, zoals een statisticus dat betaamt te, te, te zeggen of te noemen. En uh, dan zie je iets heel interessants. Dus een, je gaat uit van mensen die hier geboren worden. De geboorte is altijd 100 hè? Dus 100% van de geboortes is iedereen die hier geboren wordt. Mm -hmm. En dan in de vroegere generaties van 1930, 35 tot en met een, een jaartje of 1970, 80, 90, ergens daar in de buurt was er amper nog kindersterfte. Dus je ziet bij die oudste generaties, zie je dat, na de, dat de 100% heel licht daalt naar 97%. Dus dat is lichte kindersterfte en dan gaat die weer omhoog waarschijnlijk omdat er wat mensen binnenkomen. Sterker nog, dat weten we helemaal zeker, want enkele tientallen jaren later zie je dus dat er op die leeftijd mensen immigreren. Dus dan gaat het weer richting de 100%. En dan in één keer zakt het af door ouderdomsterfte. Ja. Als je, hè, dat zijn dus de generaties van 45, 47, 50. 1950 moet mm. ik dan. 1955 zie je dat ook nog wel. Maar dan zie je eigenlijk dat binnen no time, dat eigenlijk binnen 10, 20 jaar, dat de lijn licht begint op te lopen. Totdat je bij de generatie van 2020 terechtkomt. Maar ook die van 2015, die ook daarin begint natuurlijk de geboorte op 100%. En daarna komt in één keer de, uh, de instroom. En die gaat zo ongelooflijk snel omhoog. Dus ja. dan komen er dus kinderen binnen. Hè? Dus als je het hebt over de generatie van 2020 of 2015. Dus het aantal geborenen is altijd 100%. En dan in één keer gaat die leeftijdsgroep ten aanzien van. ten, ja, ten, aanzien ten, ten opzichte van de, het aantal in Nederland geborenen. Naar de 130% en eroverheen. In no time ook, hè? Ja. En dan uh, schetst het uh, CBS ook nog prognoses. Daar kunnen, daar kunnen we het later over hebben. Maar nog even op deze grafiek. Dus in no time uh, he, zit je van, uh, ten opzichte van het aantal geboortes in Nederland, zit je tot uh, heel ver onder 130% en eroverheen. En dat is allemaal immigratie. Dus van de kinderen die geboren zijn in 2010, 2015, 2020. Daarvan weten we gewoon dat ook in die laatste paar jaar wordt daar gewoon een derde aan toegevoegd. Soms zelfs 40%, 50%. En dat zijn prognoses. Die, die lijnen vlakken niet in één keer af wanneer ze ophouden. Die, naar de verwachting stijgen die gewoon door, vlakken wel langzaam af. Maar dan heb je, als je die lijnen ongeveer doortrekt in een parabool, dan zou je ook heel makkelijk nog eens naar de 150 door kunnen schieten. Met ja. andere woorden, ook die generatie die nu 7 tot 12 jaar oud is waarvan natuurlijk ook die, in die 100% zit natuurlijk ook al een aantal tweede generatie. Absoluut. Dat zijn geen, geen blanke van oorsprong Nederlanders, weet je. Dat, is, dat moet je ook nog eens beseffen. Daar, daarvan is misschien ook wel 30, 40% al tweede generatie migrant. Ja. Of eh, migrantenkind. Mm. Zo moet je dat geloof ik noemen. En dan in één keer in die, in die 7 tot 12 jaar komt daar nog eens 40, 50% bij. Ja, en die spreken geen Nederlands, die... Die moeten het allemaal leren. Het is maar die 40-50% is dan ten opzichte van de van origine Nederlands geboren kinderen, mm -hmm. zeg maar. Ja. Dat is de, ja. Dus de immigratie neemt niet af. Nee. Je ziet zelfs dat het gewoon per generatie, die in kaart gebracht is in deze grafiek, nog steeds exponentieel toeneemt. De, 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 het, a, het aantal immigranten. In die leeftijdscategorie ten opzichte van de in Nederland geborenen. En dan de in Nederland geborenen, als je daar nou voorzichtige schatting van maakt, hè, dat 30% immigrant is. in de grote steden is het uh, 80, 90%, misschien soms zelfs 100%. En op platteland helemaal niet. Maar als je een gemiddelde neemt van misschien 30%. Ja. Ja, dan zou het dus maar zo kunnen zijn dat als je nu tussen de 7 en de 12 bent, of zelfs nog jonger, dat je. Op je twintigste dat je inderdaad vervangen bent. Want dan ben je in de minderheid. Als je geboren bent zit je met z'n allen op 100%. Als je twintig bent dan in één keer merk je van nou we zitten op 150 of op 160%. Dus dat betekent dat van die 160% is sowieso al 60% of van de 150% is 50% erbij gekomen tijdens je uh, leven. Maar het aantal van die 100% die dan in Nederland geboren is, is ook al. Nou, 25, 30, 35 procent. Dat hangt ook een beetje van de generatie af. Dus dan heb je maar zo, van de 150 procent, heb je maar zo al 75 procent minstens eerste of tweede generatie immigrant. Misschien zelfs derde generatie immigrant. Ja. En uh, ja, dan heb je toch echt over uh, vervanging of, of uh, omvolking. Ja, of... Dit noemen we gewoon de nieuwe Nederlanders. Kijk, je kunt natuurlijk niet alles maskeren met het feit van ja, die 100% die geven allemaal een Nederlands paspoort, want die zijn hier geboren, dus we kijken ja. niet naar de afkomst. Ja, sorry, maar zo werkt het wel. Het CBS heeft ook andere categorieën waarin ze wel degelijk naar immigratieafkomst kijken. Dus dat wordt wel bijgehouden. Soms interessant om dat ook nog eens in kaart te brengen. Dus kijken of meneer Oostveen dat wil doen. De omvolging volgens het CBS heb je gewoon in beeld. En dan zie je dus heel duidelijk dat de generaties van 1945 tot en met. Wanneer zie je die lijnen echt wel stijgen? Dat is vanaf 1955, die generatie. Dan zie je in één keer toch wel echt wel duidelijk lijnen stijgen. Dus 1, 2, 3, 4. Vanaf de vijfde lijn. Dus als 55, 60... Nou, ik 1960. dacht dat het, dat het pas echt een beetje begon vanaf 70, 75, 80. Dat dat echt de, de grens is waarop die immigratie keihard... Ja, dat, maar dat dan, komen, dan komen er mensen binnen die dan ook 20, 25 of 30 zijn. Ja. He, dus dan heb je het over de generaties 1955, 1960. Dus de mensen die nu 60, 65 zijn, 70 misschien al. Ja. En, die, en dan zie je dus die, uh, die bevolkingstoename heel vlot boven de 100%. Daarvoor komen ze nog een keer op de 103, 4, 5 procent en, uh, en je ziet vanaf 1955, dus de ja, geboortejaar 1955, zie je echt wel de lijnen stijl omhoog lopen over, over de 110 procent gaan. En die lijnen lopen nu ook al allemaal terug, omdat ook die generaties allemaal aan het uh, sterven, sterven, zijn. sterven zijn. Dat zijn de ja. leeftijden. Ja. Hè? Ja, of dat, uh, misschien alweer aan het teruggaan zijn. Want ik ken mensen, Turken, die gewoon uh, hier geleefd hebben. Mijn ja. kinderen wonen nog hier, kleinkinderen wonen hier, maar zij gaan weer terug. Ja, dat, de, ik, ja die ken ik ook. Mm -hmm. Dus het is niet allemaal hetzelfde. Hetzelfde geldt voor Italianen, Spanjaarden. Ja, Als iemand oud wordt, je bent met pensioen, op een gegeven moment denk je van... ik ga weer terug naar mijn geboortegrond, ik wil daar begraven worden. Mm -hmm. En dat uh, zou ik heel terecht vinden. Maar voor de rest vind ik het een, een heel traag. Tragisch leven. Bedoel, je laat je kinderen achter, je kleinkinderen. En je gaat weer terug naar een land wat niet meer hetzelfde is. Uh, je misschien een broers en een zussen nog een paar in leven. Neefjes en nichtjes die je niet kennen. Of misschien wel, maar... Weet je, het is, je komt nooit in de cultuur die je achtergelaten hebt. Dat is het tragische van emigratie. Ja. En daarom zou ik er dus ook nooit aan beginnen. Maar goed, dan kom je in de tweede grafiek. En die is ook interessant. Want dan kom je op het gebied van de prognoses van het CBS. Dus 2022 is de lijn... Is, uh, staat dwars door de grafiek heen getrokken. Dat is nu, of althans, dat is tot hoever die cijfers bijgewerkt zijn door het CBS. En daarachter zijn de prognoses getrokken. En dat is natuurlijk heel interessant, want uh, dan zie je dan uh, dat in één keer een heel aantal van die lijnen opmerkelijk genoeg aan het afvlakken zijn. Ja! Dus het CBS verwacht gewoon uh, dat uh, wat nu in één keer exponentieel oploopt. Aan generaties. Hè. Dus stel, stel je zit in die categorie van 12 of van op dit moment en dan zit je in deze categorie. Dus dan verwacht je dat als je 20 bent dat je daar zit of zo. Weet je, dat er, er gaat bijna ja, dan gaat stijl omhoog. Maar dat is dus niet het geval. Het CBS zegt nee, als je 12 jaar bent, dan zit je weliswaar nu zo, stijl, menno, zo. Yeah. Maar volgend jaar gaat hij sowieso. Okay. En over tien jaar blijft hij ook zo. Oh. En misschien dat hij nog heel zo dat hij toch even wat, uh, wat blaft en keft. Zo. Dat hij nog heel even af en toe omhoog kruipt. Maar dan zie je dus dat de prognose van het CBS, ook nog van de generatie 2020, die staat er zelfs ook nog in geprognosticeerd. Ook die is interessant. Ja. Maar. Uh, die maken niet een, hè, dus tot en met het jaar 2040. Verder maken ze het niet af. Ook daar zie je dus de twee onderste lijnen van de generaties van 2015 en 2020. Zie je in één keer heel scherp omhoog lopen tot 2040. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat ze daarna uh, verwachten. Of die lijnen in één keer ook afvlakken. Zoals ze hebben gedaan met de generaties tot en met nu. 2005 bijvoorbeeld zie je gewoon helemaal afvlakken. Generatie van 2010 ja. ook, ja. alsof dat gewoon en nu nu hebben we gewoon uh, ja die stoppen nu, weet je, die komen niet meer. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Want we weten dat ze allemaal komen. En dat als, er, als dit kabinet of deze EU niets aan die grenzen doet. en niks aan die bootjes die op en neer varen. onze eigen organisaties die betaald worden door de EU. om gewoon mensen hierheen te brengen. en misschien zelfs hierheen te vliegen. we weten wij allemaal veel wat er allemaal gebeurt. ja, dan, dan, gaan, dan, dan moet het CBS over tien jaar zeggen. ja, foutje. Uh, ja, we hadden uh, verwachtingen. we moeten de verwachtingen bijstellen. En dan gaat hij in één keer van zo gaat hij naar. Toch zo? Ja. Maar wat je denk ik, waarom die lijnen zo stel omhoog gaan, als ik het dus goed begrijp, is het omdat we hebben hier al die immigratie. Mm -hmm. En die komen dan op een leeftijd dat ze zelf gezinnen gaan krijgen en kinderen Nee, geboorten. want dan worden, ze, dan worden ze in Nederland geboren en vallen ze weer onder die 100 Dus dat betekent dat de voorspelling is dat er nog steeds meer en meer en meer geïmmigreerd ja, gaat worden. Exact. Dat is de prognose. Ja, maar dat zijn alleen maar kinderen die binnenkomen. Want al die andere leeftijdsgrenzen stoppen gewoon. Ja. Dus dat is knettergek. Maar waar baseert het CBS dit op? Misschien, misschien, misschien op het idee van laten we de mensen rustig houden. Ja, ja ik, ik weet het anders niet. Ja, nee, maar ik vind dat een hele rare prognose. Ja? Want hoe weten ze dat de generatie van 2015 en 2020, dus kinderen die nu tussen de twee en de vijf zijn, dat die nu nog amper binnenkomen? Mm -hmm. Wel een klein beetje, maar amper. Maar dat ze vanaf 2027 gewoon met uh, honderdduizenden tegelijk binnenstromen. Want die, klam, die klappen in één keer van 107% naar de 130 en eroverheen. En dat is dan in 2000, het jaar 2040. En dan zijn deze kinderen natuurlijk 22 tot en met 25. Maar waarom weet het CBS nu al dat ze in 2040. Zoveel kinderen die nu net in het buitenland, dus vooral Afrika, Midden-Oosten geboren zijn, allemaal hierheen komen. We kunnen dus eigenlijk stellen: omvolking is gewoon een feit. De vraag is alleen: is het een bijkomstigheid of was het de bedoeling? Ja, er schijnen weer allerlei uh, plannen uitgelekt te zijn dat het toch de bedoeling is. Maar ja goed. Nou ja, maar er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Kijk, als je al die landen daar bombardeert, dan komen ze op een gegeven moment wel in beweging. Ja, maar dat, los, dat ten eerste. Ze maar gaan kijk lopen. naar een. Uh, we hebben het een tijdje geleden gehad over Griekenland. Die nu dus gewoon voor een bevolkingsineenstorting staan. Die staan aan de drempel daarvan. Mm -hmm. En zo zijn er meer landen, ja. in, vooral westerse landen, ja. omdat er gewoon te weinig kinderen gemaakt worden. Ja, en uh, gekregen, alle, alle huwelijken klappen. Uh, in ja. Portugal, over de 90% van de huwelijken uh, eindigt in echtscheiding. Nou. Spanje is een goede tweede, volgens mij. Griekenland, of Griekenland een goede tweede. Japan is en, dramatisch. Dramatisch. Kijk, dat, zijn natuurlijk, dat is totale sociale ontbinding. Mm. En dat is gewoon absurd. En als, als dat niet, maar het is niet zo. gekeerd wordt... Ja, maar het is niet zo dat wij het in Nederland veel beter doen. Wij zitten al jaren rond het punt dat wij ook... dat er geen twee kinderen per gezin meer geboren worden. Dus dan, ga je ook, dan boer je ook achteruit. Ja. Dus als je het vanuit dat oogpunt bekijkt... ga je zeggen, oké, okay, immigratie is logisch. Maar wat ik nog logischer zou vinden... is dat je dan als overheid aan je burgers gaat denken... en ook voor je burgers zorg wil dragen... voor hun geestelijke gezondheid en... Ja. Andere dingen. En dat je probeert om je burgers te stimuleren. om meer kinderen te krijgen. Ja. Wat ze bijvoorbeeld in Duitsland wel doen. Oké, okay. ja, en in Hongarije. en ja. in Rusland. Nou, Hongarije is een van de beste mm. voorbeelden daarvan. Ja. En dat lukt maar. ze ook. Hè? Ja. Alleen Orbán al. Ik bedoel, zo, zo heel lang is die man niet aan de macht. Weet hij gewoon dat geboortecijfer om te turnen? Nou, en mijn punt in dit hele verhaal is gewoon, dus, en wat doet onze Nederlandse regering? Die zeggen niet, wij gaan onze eigen burgers ondersteunen en stimuleren en proberen om, om, om een krachtige samenhang in de samenleving te krijgen. Nee, die, die vormen gewoon een afbreukbeleid van hun eigen burgers. Ja. Belasting op belasting op belasting en betalen, betalen, betalen en werken. En wat gaan we doen? met het geld wat jullie verdienen, immigranten naar binnen halen. Want we hebben een probleem met bevolking. Ja, ja dat is gewoon aan alle kanten nou ja, een afbraakbeleid. Nou ja, dan, dan is het dus wel een omvolkingsplan. Nou, en ik de, weet niet of het een plan is, ja, maar, maar als dit zij is zeggen, het beleid. Wij willen immigratie omdat onze bevolking vergrijst, en uh, dat het, het vervangingscijfer uh, negatief is. Uh, dus onder de... 1,8 of onder de 2,1, ik weet niet wat dat cijfer nu is. Maar als dat zo is en de, de, een overheid zegt: we gaan actieve emigratie of immigratie stimuleren omdat we een demografisch probleem hebben, ja, dan is dat toch gewoon een omvolkingsplan? Dat woord is dan onaangenaam, maar je kunt een vervangingsplan of een omvolkingsplan, wat maakt het uit? Het is wel een plan. Het is een noodplan, een reparatieplan. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen: van uh, ja, die Orbán, uh, de, ja, de, je komt geen buitenlander tegen in dat land. In het oosten heb je wel veel Zigeuners, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk strikt genomen geen buitenlanders. Dat is een andere etniciteit. Zoals je daar ook Oekraïners hebt, of uh, Duitsers of uh, Duitsstaligen. Heb je in uh, uh, Hongarije ook Zigeuners? Dus dat, dat, dat je een, uh... verschillende etniciteiten in een land hebt, is wat anders dan dat je immigratie hebt of dat je uh, vlucht vluchtelingenopvang hebt. Of, uh, dat, dat zijn twee hele verschillende dingen. En waarom willen de Hon Hongaren dat nou eenmaal niet? Omdat ze überhaupt al ervaring hebben met. Verschillende etniciteiten binnen uh, één land. Dat is al heel lastig om daarmee te dealen. Dus de praktijk wijst al uit dat, dat je dat niet zomaar moet doen. En bovendien, ze hebben het niet nodig. Ze weten ook al uh, uit, uh, uit ervaring dat wanneer je gewoon de kinderbijslag omhoog gooit, dat de Hongaren denken van, hé, een uh, groot gezin is gezellig, het is fijn, we worden niet gestraft voor uh, een kinderrijk uh, gezin en uh, we hoeven niet komt te liggen van de belasting. Alhoewel, de belasting in Hongarije, de btw, is wel extreem hoog. Volgens mm. mij is dat 25%. Okay. Ja, maar dat hoeft niet zo erg te zijn. Nee. Hè? Kijk, nee, maar als het jij, leven is uh, er goed op zich. Precies. Ja. Ja. Nou, ik ga erheen, dus uh, we gaan het zien. Ja. Tegen de tijd dat de mensen dit kijken, ben ik onderweg terug. Vraag even rond over hoe de belastingen daar zijn. Ja, ja. leuk. Ja. Het uh, Refmatorisch dagblad. Nu weet ik, ze hadden online hadden ze een artikel uh, geplaatst. En uh, daarin beschuldigde ze Trump van dat hij veroordeeld zou zijn voor seksueel misbruik of uh, verkrachting of wat dan ook. Toen heeft een uh, goede bekende van mij. Ik weet eigenlijk niet of ik hem mag noemen of niet. Maar goed, een goede bekende van mij heeft de redactie gelijk erop uh, aangesproken. met een heel leuk bericht. Dat gaan we ook even voorle voorlezen. Dan weet de redactie even dat ik uit betrouwbare bron citeer. Want die redactie is natuurlijk zo ruk dat ze. Uh, nou ja, goed. Steef de Bruin, onze bruine ridder van het uh, Reformatorisch Dagblad. Ja. Er werd dus een mailtje gestuurd door een hele goede vriend van mij: Geachte heer Kranendonk. Vanmorgen schreef u dat Donald Trump veroordeeld was voor meerdere verkrachtingen. Dit was uiteraard onwaar en vervolgens is dit bericht afgezwakt. Het zou in meerdere gevallen veroordeeld zijn voor, tussen aanhalingstekens, seksueel geweld tegen vrouwen. Waarom de meervoudsvorm vrouwen? Waren er meerdere zaken? Is hij veroordeeld voor seksueel geweld tegen vrouwen in het algemeen? Deze afzwakking doet nog steeds geen recht aan de waarheid. Trump is nooit strafrechtelijk vervolgd of veroordeeld in zedenzaken. Het enige juridische feit is een schikking in een civiele zaak tegen Jane Carroll vanwege sexual assault. En de heerlijke uitsmijters van deze uh, e-mail is: Ik hoop dat u in de gedrukte krant recht zult doen aan de feiten. Er is al genoeg onwaars over Trump beweerd, en we hebben onlangs gezien waartoe dat kan leiden. Ja, scherp. Geweldig, ja. maar ik lag in een deuk toen ik het lag. Nou, en terecht. En terecht, want het is natuurlijk zo. En vervolgens komt de gedrukte krant op de mat: mm -hmm. Het Reformatorisch Dagblad. En wat staat er in het Reformatorisch Dagblad? Kamala Harris, uh, dat Kamala Harris het nu, naar alle waarschijnlijkheid, als Democratische presidentskandidaat gaat opnemen tegen Republikein Donald Trump. En dat is een bijzondere wending in de geschiedenis. Niet alleen vanwege het late moment waarop zij kandidaat is gesteld. Ook omdat Harris als voormalig openbaar aanklager in trieste zedenzaken de degens gaat kruisen met een kandidaat die schuldig is bevonden aan verkrachting van zijn vrouwen. Best reformatorisch dagblad. You are so bad. You're fired. Ja, maar. Ja, dit is toch erg joh. Maar kijk, ja, maar die... dit zijn ook geen ongelukjes meer, Tom. Dit, dit zijn gewoon daadwerkelijke. Vals. Dit, dit is fake nieuws. Dit is echt een valsheid gewoon. Ja. Ik, ik denk dat zelfs de Trouw dit niet durft te schrijven. Of zelfs de Volkskrant niet. Of de NRC. Dit is zo erg. Ik denk, nee, ik denk niet dat dit in de NRC gaat komen. Nee. Wil, je maakt je toch schietschijf. Je maakt je toch sitting duck. Ja, maar... Met die vieze, vuile fake nieuwsverspreiders. Ja, maar ik ben heel... Be... Maar laat me raden. Dit, dit staat in een opiniegedeelte of zo. Mm -hmm. mm -hmm. Wim Kranendonk is wat? redacteur van het Reformatorisch Dagblad. Dus, dus, dus een redactioneel gewoon... stuk. Oké, okay. nou, dan ben je... Ja dan zou ik zeggen, laat de rechtszaken maar komen. Nou, oh. ik denk niet dat uh, Trump geïnteresseerd is in het Reformatorisch Dagblad, uh, Menno. Nee, maar... Uh, Omdat er nou niet echt uh, republikeinse stemmers het Reformatorisch Dagblad lezen. Weet ik, maar er zijn toch ook wel andere... Je mag toch niet zomaar iets opschrijven wat ze, niet maar, waar is? Maar dat doen ze toch altijd? Dit is, toch gewoon, dit is toch gewoon de rukheid der alle kranten. Nou ja, goed, en Kamala Harris die gaat het nu opnemen tegen, naar alle waarschijnlijkheid, moet er dan bijgezegd worden. Terwijl we natuurlijk gewoon de, uh, de voorverkiezingen hebben gehad in de Democratische partij. En dan kunnen de Democraten bepalen wie kandidaat wordt. En die hebben allemaal voor Biden gekozen. Wie stond er nog meer op de lijst? Niet Kamala Harris volgens mij. Gavin Newsom dacht ik. Ja. Uh, en nog een aantal. Uh, Kijk, als die... Trump dood was geschoten, hadden ze nu allemaal op Nikki Haley moeten stemmen van, van republikeinse zijde. Maar de Democraten die hebben helemaal geen. Daar komt er dus een nieuwe democratische conventie waarin. Op de conventie, waarschijnlijk door kiesmannen of weet ik veel wat, gaat bepaald worden wie nu de kandidaat wordt buiten het volk om. Ik vind het echt een totale staatsgreep. Ja. Het is bizar dat dat gebeurt. Want Kamala Harris is nu wel vice-president en zou president worden in het geval Biden terugtreedt of doodgaat of wat dan ook. Maar dat zegt helemaal niets over de volgende termijn. Laat staan dat de Democratische Conventie gaat bepalen wie de volgende kandidaat wordt. Dat is, niet, dat is, aan, dat is op de voorverkiezingen al bepaald. Dus moet nummer twee van die voorverkiezingen naar voren geschoven worden, zoals ook bij de Republikeinen, waar Trump als die afgeknald zou worden, zou Nikki Haley dat gaan worden. Want dat was natuurlijk het plan. Hij moest doodgeschoten worden en dan komt Nikki Haley daar naar voren. Niocon. Niocon maakt geen zak uit of Biden of Kamala Harris of Nikki Haley daar komt te zitten, want ze zijn allemaal even erg en slecht en oorlogsgezind en gaan over lijken en maakt ze allemaal helemaal geen flikker uit. Dus die Kamala Harris die het nu naar alle waarschijnlijkheid gaat worden, ja, dat is gewoon onconstitutioneel. Ja, zo ja. zoveel. Kunnen we nou naar de tweets van de week? Ja, ja want we hebben er wel uh, twee of drie of zo. Uh, ja. Het zijn echt hele leuke tweets. Even kijken. Shal Groenhuizen, we blijven bij het thema. Het, het is wel leuk. Te sneuien, nee, Shal begint ook te dementeren. <laughs> Hij is vergeten dat Biden al jarenlang sukkelt en kachelt en stamelt en strompelt en valt en struikelt. Charles Groenhuizen die had namelijk eerder voorspeld, volgens hemzelf hem op Twitter. Eerder voorspelde ik Biden als nog vier jaar president van de Verenigde Staten. Maar na het debat van twee weken terug en de aanslag op Trump ziet het politieke speelvoud er anders uit. De boodschap van Trump lijkt veranderd en de Democraten zullen het over een andere boeg moeten gooien. Wat zijn de concrete consequenties van alles wat er gebeurd is? Ik ga er dieper op in. Nou, dan gaat hij ook een QA sessions doen vanuit, vanuit de States. Ja. Charles woont in de States en dan moet hij op Twitter of X. Moet hij dat natuurlijk elke dag even onderonder. Zo, onder. so, hij is ook uh, QA sessies aan het doen op ah. Twitter. Om uh, ja, de Nederlanders van de, uh, van de van hoognodige propaganda te voorzien. Ja. <laughs> Hij voorspelde dat bijna Heerlijk, een... want ah, we, hadden, jongens, jongens. we hadden natuurlijk een paar weken terug bij Forum en toen ik daar zat hadden we ook dat fragment met al die presentatoren van op één oh. Groenhuizen, kelder en een paar van die trutjes. Allemaal heel erg uh, druk aan het doen over waarom ze Willem Engel en Thierry Baudet nooit aan tafel uitnodigen. Want dat is natuurlijk best wel pijnlijk oh, dat ze dat dat die, dat is die ja, hele ja. partij. Uh, ja. En toen had hij ook zo'n dom, paar domme opmerkingen. Nou, ontzettend leuk fragment. Hebben we hilarisch om uh, moeten lachen. Dat was echt uh, heel leuk. Tweet van de week. Ja, in, toch wel in negatieve opzichten. Ja, goed. Maar daar hoef je natuurlijk niet heel veel woorden aan vuil te maken. Een inhoudelijke tweet die wel met ons te maken heeft. komt van mijn goede vriend Erik van Goor. Die leuk twittert. Volg hem alsjeblieft. Erik van Goor. 52558 heet hij. Het is een, een tweetje van Nieuw Rechts, waar hij op reageert. Want een Nieuw Rechts kwam met een, het bericht dat een politieagent uit Den Haag, die tevens actief lid was van de PVV. en dan zeg jij direct: dat kan niet. Oké, okay, heel goed. is ontslagen vanwege zijn politieke uitlatingen op het sociale media platform X. De politieman, Norbert S., zei onder meer dat hij minder gaaiers wil en dat hij de, de islam niet accepteert. Nou, die tweet loopt nog even door. Erik van Goor die, uh, reageert daarop en die zegt merkwaardig. Want leden van de NCTV mogen volgens onze rechterlijke macht iedereen zonder bewijs beschuldigen. Want. Vrijheid van meningsuiting. En exact dat is gebeurd. Ze hebben ons beschuldigd zonder enige vorm van bewijs, ondersteunend materiaal of wat dan ook. En toen we ermee naar de rechter gingen, hebben we aangetoond waarom het niet mocht. en waarom de staat geen vrijheid van meningsuiting heeft. Want daar kwamen ze in een eerdere aanleg ook al mee. En de rechter zei: Ja, hoor, de staat heeft wel vrijheid van meningsuiting. Dus de staat mag u en mij zonder enige vorm van bewijs in een rapport over terrorisme noemen en opnemen. als wat dan ook, zonder dat ze dat hoeven te onderbouwen, voorbeelden te geven of. Maakt niet uit, wij zijn vogelvrij. Lastersmaat en broodroof mag de staat zonder ruggespraak indienen. Zoals ook van de week in Duitsland gebeurde. Met, of vorige week met uh, Compact magazine uh, van Jurgen Elsasser. Gewaardeerde journalist op de rechterflanken. En uh, een enorm, ja, hij komt van links. Het is een voormalig linkse journalist. Die later dus best wel rechts is geworden. Maar niet radicaal of wat dan ook. Het is een heel erg feitelijk basic journalistiek platform... Basic blad, niet moeilijk. Basic journalistiek, geen filosofische inzichten, vergezichten of wat dan ook. Het is gewoon journalistiek zoals het moet zijn. Ik vind dit wel even. En, en zien uh, we toch in een, in een wat terugkomende waanzinbar zitten. met alle themaatjes en rubriekjes. Uh -huh. Dit is wel het moment voor die partij. Die partij ja, die, die gooi je erin. Dat is wel echt inderdaad. Ja, ja, ja. Dus, een ploetje, Gent uit Den Haag, heeft geen vrijheid van meningsuiting. In tegenstelling tot wat de rechter in onze zaak. In eerste aanleg heeft beweerd namelijk dat de staat wel vrijheid van meningsuiting heeft. Of, heeft, of een ambtenaar die heeft uh, een, mond, bij monden van de zaak op, uh, in een terrorisme rapport mag die zeggen wat hij wil. En maar een politieagent mag dat dus allemaal niet volgens de baas die staat op straat. Maar hoe nieuw rechts er nou bij komt dat hij lid is van de PVV? De PVV heeft geen leden. Nee, eenmanspartij. Het is een ja. eenmanspartij, ja. dus je kunt niet lid zijn van de PVV. Dat is een slordigheid. Dus guilty by association. Ja, Nieuw-Rechts is op zich lekker bezig. Leuk websiteje, heeft er jaren over gedaan om ver te komen. Ook gewoon basic journalistiek. Weet je, kolompjes, nieuwsberichten. Echt iets wat je nodig hebt. Eigen nieuwsscharing in, uh, in ons celtje. En verder geen gedoe, geen gekleurde, uh, wat dan ook. Dus het is tamelijk recht toe recht aan. En eh, Erik refereert dus op Twitter aan onze zaak. Want de rechter heeft gezegd dat de staat vrijheid van meningsuiting heeft. Maar dat bijt dus ook de staat in zijn eigen staart. Want. Je kunt als ambtenaar die denkt dat hij onaantastbaar is en vrijheid van meningsuiting uh, heeft. omdat de rechter dat nu in één keer gezegd heeft. kun je dus ook zomaar op straat staan. omdat jouw leidinggevende ook vindt dat hij vrijheid van meningsuiting heeft. en jou op straat mag zetten. Het, het is één grote chaos. Maar om dat te voorkomen is er dus bepaald dat de grondrechten er voor burgers zijn. en niet voor de overheid. Grondrechten, bij de grondwet bepaald, is een zaak aangaande burgers. om de burgers te beschermen tegen elkaar en tegen de staat. Zelfs een politieagent die. Als burger of als privépersoon uitlatingen doet op Twitter... dat gebeurt nog wel eens, hè? Dat mensen dan in hun Twitter profiel open en bloot zeggen... hoe ze heten, wat ze zijn, wat hun ambt is. Dat is een beetje lastig om dan nog te zeggen van... ja, mijn uitlatingen zijn privé. Want een ambt is niet iets wat je tussen vijf en acht doet. Een ambt bekleed je en daarmee verenig je je ook als persoon. Dus dat is een lastig iets. Maar goed. Nee, toch. Het is toch gewoon een persoonlijke verantwoording. Het is, geen, het is verantwoording. geen carrière, het is nee. geen baan, nee. nee. Een, een ambt, uh, tot een ambt wordt je geroepen. Het is een ere kwestie en je bent niet... Eh, ambtenaar tussen vijf en acht en als je thuis bent ben je in één keer geen ambtenaar nee een ambt dat, dat is wel zo dat wanneer je hè, menno jij werkt voor de blauwe tijger tussen vijf en acht of de, nee, het, 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 tussen acht en tussen negen en vijf en uh, ja daarna ben je gewoon lekker uh, voor jezelf bezig en uh, voor, ja niet voor mij of voor de blauwe tijger ja toch dus je bent, je dat zal dus, ik onthouden de volgende je vindt, keer dat je mij weet, na vijf uur hebt. Ik weet dat je het heel eervol vindt om voor de Blauwe Tijger <laughs> te werken. En daar ben ik, ben ik ook blij mee dat je dat heel eervol vindt. Ja, ik zie dat ook wel een, als een roeping. Nou, Oké, okay. ik heb je nog niet de gunst van het ambt verleend. Misschien kunnen we wel een soort ambt uh, bedenken voor jou. Maar dan, uh, dan ben je ook de Sjaak, uh, s'avonds, s'nachts. En... Dat ben ik nu ook al. Nee, dat ben je helemaal niet. Bel ik jou op om terug te komen of om je werk <laughs> nee, af te maken dat... of om je fouten te herstellen? Of... Uh, nou, nee. Uh, Erik van Goor, tweet van de week. Maar we hebben nog weer een leuke tweet die ook bij ons te maken, met ons te maken heeft. Een zeer gewaardeerde x'er en dat is Joko. Wat leuk. Ja, leuk hè? En dan hou ik deze even omhoog, want die hoort er natuurlijk bij. Joko zegt... Uh, mensen, help die toppers van de Blauwe Tijger parelmoer, slash parelmoer. Even de zomer door met een donatie. Of haal wat moois uit de webshop. En dan zeg ik direct: een donatie is leuk voor ons proces tegen de staat. Dat mag. Maar ik heb veel liever dat u gewoon iets moois koopt: iets leuks, iets lezenswaardig. Waar u zelf de zomer mee doorkomt. Of om weg te geven als cadeau. En dan hebben u en ik er allebei wat aan. We hebben de mogelijkheid tot doneren omdat u daarom gevraagd heeft. Dus we hebben die donatieknop op de website. En ik zeg daar ook echt geen nee tegen. Maar ik heb veel liever dat u gewoon lekker naar die winkel gaat. Van ofwel de Blauwe Tijger of Parelmoe shop En dat wij dan weer lekker aan het werk mogen om u van mooie dingen te voorzien. Of mooie boeken uh, te kunnen voorzien. Want dat is onze. Ja. Onze roeping. Menno. Nou, gewoon werken voor je geld. Ja, leuk. Joko, dankjewel. Oh ja, de, hebben wij het daarover gehad in de intro? Dat we het daarover gingen hebben? BNB voor liefde. Ja, toch? Ja, ja, oh ja. ik heb watched. Ja. heb jij wel eens een aflevering gezien? Stukjes. Mm. Ja, ja, ja. Het is gewoon een soort nieuwe boer zoekt vrouw hype al een, al een paar jaar. Ik mm. weet niet hoeveel seizoenen dat ding aan de gang is. Mm. Ik moet zeggen, het is extreem pijnlijk, want alles gaat mis en alles is extreem, extreem awkward, awkward om te zien. Nou, ik heb maar één vraag, Tom. Vind je het heel raar, want hoeveel meer tegen natuurlijk dan dit wil je het hebben? Nou, als wij het over tegennatuurlijke dingen gaan hebben, eh, vriend, dan, eh, dan kunnen we nog wel eens wat koeien uit de sloot, stieren uit de sloot halen. Ah, stieren uit de sloot? Ja. Oh. Nee, maar alles hieraan is natuurlijk vooropgezet. En als er iets is wat liefde niet is, is het dit. Nou ja, met mensen die meedoen in het programma en die een BNB hebben in het buitenland, die mogen blijkbaar een of ander profiel opgeven waar ze graag eh, op daten van de ander. Dan gaat de redactie aan de slag om mensen, of nee, dan gaan ze een, een reclamefilmpje van zo iemand maken. Die doet een oproep en daar reageren mensen op. En dan mag de kandidaat uh, mensen laten komen, een, een stuk of vijf uitkiezen of zo. Dat, dat is volgens mij is dat, is dat ongeveer. En we hebben dat natuurlijk al eens besproken, hè, dat emigreren, weggaan van hier omdat het elders beter is en dan daar een leven op proberen te bouwen. De helft van die B&B gevallen is ook daar gestrand. Die huwelijken stranden daar. Dan gaat er weer één partner terug met de kinderen. Er is al heel veel tragiek gebeurd voordat dit hele programma. En dan komen ze daar en dan komt er een of andere tut hola. En die komt dan uh, de B&B-eigenaar ja, veroveren of niet. En ja, dat, dat zijn hele... Hele tragische dingen om naar te kijken. Ja. <laughs> het, is, het is allemaal heel, heel moeilijk en uh, het knarst en het wringt. En... Maar je kent het gezegde toch, Tom? Dit, dit is letterlijk wat dit is. Dit is gewoon: er is geen leuker vermaak dan leedvermaak. Ja, ik weet niet of dat leedvermaak is. Want... Nou ja, kom op zeg. Kijk, ja, er zitten dingetjes leedvermaak in. Wat, waar ik wel door vermaakt werd, is: de... je hebt een vrouwtje in Griekenland. Die heeft daar drie huizen. En er kwamen twee mannen. En die komen dan twee of drie dagen na elkaar of zo. Weet je. En dan de, de eerste mag zich settelen en die mag helemaal denken dat hij het mannetje is en dat hij hem mag veroveren. En dan, net als die bezig is, komt de tweede alweer ja, aan. Ja, ja. En dan is hij helemaal ontgoocheld en uit zijn rol en uh, moet hij in één keer concurreren. Of, en dan heb je van die metromannen. Die, die dan heb je van die metromannen die dan een pact sluiten. En die gaan dan samen uh, heel erg hun best doen. En dan gaan ze samen koken. En, ja, je hebt, je hebt er wel een paar van die types bij. Die waren echt uh, waarvan ik dacht: van, ja, dit, dit, is wel een, uh, dit is wel iets heel exemplarisch. Dus dat vrouwtje in Griekenland, dat was zo'n zo blond vrouwtje met van die dunne lipjes. die felrood waren geverfd. en die stiefelt uh, de hele dag uh, drukjes met haar uh, dekentjes wassen. en dekpetjes overtrekken. en dat huisje netjes houden. En dat was ook echt zo'n heel stereotyp uh, huis. Ook met uh, alles was wit gekalkt. en kozijnen waren in drie kleuren blauw. Echt zo typisch saaie Griekse. Uh, Waarom ik dus nooit naar Griekenland ga. En dan komt er eerst een uh, gepensioneerde opsporingsambtenaar. En die man was eigenlijk ongelooflijk grappig. Hij was echt een beetje omdat hij een uh, soort clowneske hork was. die eigenlijk de hele tijd bezig was met zichzelf. Maar die kwam natuurlijk op eigen initiatief. Ja, en dat ging ook helemaal mis. En die dat, dat, mei, dat vrouwtje wilde hem niet. en die wees hem af. en dat had de ruzie. En toen kwam in een keer de, een soort zigeunerman. gepensioneerde zigeuner. En die had allemaal hele. Kul cadeautjes meegenomen en uh, ja, gewoon een papiertje beschilderd en dan ingepakt en met heel veel betekenis en zo en heel zwaar ja je zei dit in je filmpje en toen moest ik daar aan denken dus ik dacht ik maak dit en weet je en dan uh, en die vrouw die was helemaal ingepakt oh nee toch? ja ze oh. heel sneu en die mannen die sliepen samen in het gastenhuis oh. met z'n tweeën en die hele grappige opsporingsambtenaar, die clown, komt dan steeds voor de camera en zijn verhaaltje doen. En hij voelde zich ook wel ongemakkelijk, dus op een gegeven moment besloot hij ook om weg te gaan. Maar, maar dan filmen ze ook die chigeunen. Ja, Ruud is nou niet iemand waarmee ik nou echt op eigen initiatief een, een, een avondlang biertjes mee zou gaan drinken of zo. Maar je wordt daar dus nou. eigenlijk neergezet als twee concurrenten van elkaar? Mm -hmm. Maar je moet het dan wel samen door één deur zeg maar. Er mag niet echte concurrentie zijn Nou, je kunt dus voor verschillende opties kiezen hè. Dus hoe ga je de game in? Ja. Ga je echt heel erg tegen de ander afzetten ook naar dat vrouwtje toe? Maar dan moet je wel er zeker van zijn hoe die vrouw bezig is met die andere man. Als jij die andere man heel erg negatief gaat afschilderen naar die vrouw toe of heel erg of in gedrag Echt heel erg uh, afwijzend gaat doen naar, naar die andere man. Ja, Zo'n vrouwtje ziet dat ook. De, dus je hebt dat, dat vrouwtje in Griekenland, maar je had dus ook een vrouwtje in Frankrijk. Net als vorig jaar had je ook een vrouwtje in Frankrijk. En dat, ik weet niet of je het vorig jaar gezien hebt. Nee, ik weet niet meer hoe ze heet. Maar dat, dat kind had van die. Uh had ook van die dunne, zure mondhoekjes die de hele tijd uh, zo kortgeknipt, uh, type. en zo'n kort geknipt typen. Kort pittig kapseltje? Ja, en die had een B&B <laughs> in uh, Frankrijk en die snauwde alle mannen af. En die was echt nauwelijks, onder er een glimlachje, glimlachje af. Dat was echt vreselijk. En nu heb je dus weer zo'n in uh, Frankrijk. En, en die had dan nu een grijze ragenbol, was dat? Die was ook moeilijk, joh. Echt ook zuurig en uh, maar, ja, wel iets losser dan die van vorig jaar. En die kreeg ook twee kerels, waarvan er één een beetje een... Uh, mijn vader ook was, wat kwam gelijk als eerste. En daarna stuurden ze, twee dagen of een dag later, ze een meer, meer mannelijke man. Maar ook wat ouder en gepensioneerde schipper. En het is bizar om te zien wat uiteindelijk mensen die elkaar niet kennen tot elkaar aantrekt. en wat elkaar afstoot. He, dus de man die graag wil veroveren en mannelijk wil zijn. Je komt wel in het domein van die vrouw, want dat is Airbnb. En dan komt er zo'n vreemde man en die wil gelijk al een uh, knuffel geven en uh, nou, dat vindt ze dan uh, niet goed blijkbaar. En dan komt er zo'n hele mannelijke man en die gaat met haar fotoalbums bekijken en zo. Dus, en dan in één keer ontdekken ze dat uh, hij vroeger op een schip heeft gewerkt en zij had vroeger met haar ouders een zeilboot waar ze op als, als kind heel veel zeilde. En die hebben elkaar ooit gekruist. Ah. In één haven. <laughs> Want er was een foto waarop zij op die zeilboot zat. Ja. Tom, het en heeft en zo moeten zijn. Zijn boot lag erachter. Het heeft zo moeten zijn. Dat, dat is nou het, het, gewoon het pijnlijke aan alles. Dat je daarnaar zit te kijken en je dat beseft. Van, eigenlijk gaat het nergens over. Wat voor manier kunnen we vinden om elkaar voor de gek te houden... en te denken dat we bij elkaar passen? En dan was er nog een vrouw in Zuid-Afrika. Die was beheerder van, het, van een B&B in het Paul Krugerpark. En uh, ze had wel goede klokken. Ja, ze had mooie horloges. Ze hadden echt mooi horloge. Oh. En nu komen daar een paar mannen zo. En de ene is uh, fietsenboer, en de andere. Uh... Oh ja, die had een vissersboot. Maar ook gewoon niet een echte vissersboot, maar een. Hobbyvissersboot. Dus die heeft een boot die ze met kapitein verhuren om uh, hobbyvissers oh, opzet ja. te zetten. Oh, dat is wel business. Het is business, maar ja, ja, ja. Te, tegelijkertijd, ja, nee, die kwam daar ook als mannetje naar binnen. Met allemaal visbladen en vakliteratuur. Daar nou, was ze natuurlijk niet van onder de indruk, want ze had niet zoveel met vis en zee en zo. <laughs> ja, in het Paul Krugerpark. <laughs> Die vrouw die zie je eigenlijk alleen maar redenen verzinnen. waarom ze eigenlijk niet met die kerels uh, wil. of waarom, die, waarom ze zich van, van het lijf houdt. Dus uh, dat, dan heb je weer het idee van. Ja, weet je zelf wel wat je wil of zoekt. of wat je nodig hebt. Of wat... Het is allemaal zo treurig. Dit komt wel neer op wat ik zei natuurlijk. Hè. Het is wel echt leed maken. En het is ook echt leed. Want wat je dus ziet is. we hebben het al zo vaak gehad. Dit gaat ook weer over het thema emigratie natuurlijk. Ja. Dit zijn mensen die zijn ooit al geëmigreerd. hebben mm -hmm. hun wortels al afgesneden. Ja, ik ben zo klaar met Nederland. Het nou. is allemaal. Ja, in Nederland. Dat is het allemaal zo. Ja. Maar dan krijg je ik weet dus... niet hoor, maar ja, Nederland is. Ja, dat dat, dat ja, zie je dan de hele tijd. Nou, Maar je bent dus al afgesneden van je wortels. Je zit daar op je eilandje. Je huwelijk is gestrand. Dan komen daar ook nog mannen bij. En ik neem aan, tegen de tijd dat jij je inschrijft voor zo'n programma en jij vertrekt naar het Paul Krugerpark in Afrika. Ja, dan zit je hier ook niet helemaal lekker in je veldom. Want dat doe je niet met de bedoeling om die vrouw daar weg te trekken bij haar BB. En om hier te, lekker een gezinnetje te stichten. Ik weet dus niet wat het een fietsenboer uit Alkmaar beweegt met een florerende zaak. Om dan in één keer te denken: van, weet je wat, uh, ik ga gewoon uh, kijken of ik uh, die vrouw in het Krugepark ga verscholken. Ja. En dan komt hij daar aan. En dan wordt hij dus van, uh, van het vliegtuig wordt hij door die hele bush-bush door het Krugerpark naar B&B, midden in het Krugerpark gereden. En dan zegt hij doodleuk tegen de chauffeur... Oh, dit zijn wel hele vette MTB-trails. Hier kun je wel heel lekker fietsen. <laughs> en dan zegt hij, uh, die ranger zegt... Ja, maar dat is verboden, want hier mag je niet in je eentje fietsen. Dat zou ik maar niet doen. Dan, dan je lunch. En dan rijden ze <laughs> echt dwars langs, zo, echt vijf meter van zo'n leeuw. Ja. En dan gaan ze naar kijken. Oh uh, ja, het is wel een groot beest, ja. ja. Maar alles is, alles is even raar. Met wat wat voor idee in je hoofd ga je als fietsenboer naar uh, Zuid-Afrika om een vrouw te ontmoeten en, en het eerste wat je zegt, oh, kun je wel lekker vet ja. mountainbiken. Ja. Nou ja, het heet dus BB vol liefde. Maar het, het was echt gewoon helemaal niks, geen liefde. <tie> Iedereen hield de boot af en er waren kandidaten die heel graag wilden. En er waren uh, uh, BB-eigenaren die alles afhielden en juist weer blokten. Ik dacht van ik ga het gewoon bekijken. Want dit is het best bekeken programma van Nederland. De alle kranten kopten dat heel Nederland er naar uit had gekeken. Ik dacht: oké, okay, ik ga het voor jullie bekijken. Ik ga, ik ga er ook eens naar kijken. En dan weet ik ook wat er op de televisie is. Kijk, ik, ga, ja, ik, wil, al, is... ik wil altijd kijken: van, is, is er ook, zijn er ook nog normale mensen die meedoen aan het programma? Nee. Die, jawel? Nee. Ja, dat was een hele leuke, dat hebben we nog niet gehad. Oh. Thijs. oké. Okay. Dat was een, een uh, motor, een, een, zo'n bikerachtige hardrocker. Mm -hmm. Fantastische vent. Fan. Ja. ja, dat was lachen. Hij heeft een hele mooie stem. Echt een supermooie stem. Eigenlijk moet je dat gaan luisteren. Thijs heeft een stem. Als ik de NOS was, dan zou ik hem alle sportwedstrijden laten verslaan. Je hebt, je, je hebt alle, eigenlijk heb je alleen maar Thijs nodig. Ja, um, nu um, uh, zie je de bal um, de voet van um, uh, Ake verlaten. En gaat nu richting uh, de helft van de Duitse partij. En dat is eigenlijk wel bloedgeil om te zien. Maar eigenlijk uh, komt uh, Frenkie de Jong er net niet aan te pas En die tragiek. ...van dat moment dat hij er net niet aan te pas komt. Hij had ook nog een woordenschat. Het echt, ja, het is heel erg, heel erg literair. Ik vond het echt de geweldigste personage bij uitstek. Ik denk ook dat hij echt bestaat. Want iemand als Thijs verzin je gewoon niet. <laughs> oh ja, ook een leuke figuur was Robert uit Schotland. Die heeft zo'n... Uh, kasteel of een, ja, ...niet echt een kasteeltje, meer een soort uh, grote cottage. Een jachthuis. Een bescheiden optrekje eigenlijk. En dat was ook een B&B. En Robert was echt een enorme bal. Maar die kleedde zich helemaal als zo'n Schots gentleman met uh, kilt en al eromheen. En uh, heel, heel uh, mooie woordenschat en mooie stem ook. Dus aangenaam om naar te luisteren. Wel een beetje een balletje. Maar dan blijkt ook dus dat hij bevriend is met andere Nederlanders in Schotland die daar ook... Kasteeltjes kopen en wonen en zo. Zoals bijvoorbeeld die Paul, hoe heet die, die ook bij Jort, hoe heurt het eigenlijk, wel eens is geweest? Plakken in in beeld, dat is ontzettend leuk. Maar dat vond ik wel een leuke vent. Was wel, dat was eigenlijk wel een opmerkelijke figuur. Een enorme, en ja, een dominante man in de goede zin van het woord. Ik vond het heel erg leuk. Eén vrouw kon er helemaal niet tegen. Ze is heel dominant. Ja. Ik moet er echt even mezelf terugtrekken. Ik denk dat ik even ga hardlopen. Het <laughs> was eigenlijk ook niet echt moeders mooiste, dat kind. En, maar hij, had ook, hij kreeg ook een, steward, een gepensioneerde stewardesse op zich afgestudeerd. Hele, uh, gestuurd, hele mooie vrouw. Heel, uh, ja, heel eilig, elegant en hoe noem je dat eigenlijk? Gedistingeerd. Ja, gedistingeerd, maar ja, stijlvol. Echt een mooie dame. Ik ja, dat is gewoon een, een soort droomkoppel. Als dat het niet wordt, als dat nog uit elkaar moet, dan, dan weet ik het ook niet. Dus misschien moet ik toch even kijken hoe het afloopt. Weet je, of die bij elkaar zijn gebleven. Heet hij nou Robert of Robert-Jan of zo, die man? Ik weet het niet meer uit Schotland. Dat vond ik leuk. Dus Thijs en Robert vond ik echt allebei erg leuk. En voor de rest was het echt huilen met de pet op. Was er zoveel leed en zoveel onvermogen en zoveel totale toevallige aanleidingen. En ja, ja iemand heeft geen rijbewijs. Oh ja, dan, dan, dan val je eigenlijk al af. En dan ga ik hem toch halen. Ja, nee, hoeft niet meer. <lacht> echt, <lacht> Zo, op die manier gaat dat. Ja. Ik heb nog geen redenen gehoord om te gaan kijken, Tom. En Matthijs, als je kijkt, solliciteer alsjeblieft bij de NOS. Want we willen in Nederland weer een normale, normaal sprekende sportverslag geven. Voor dat wat sport leuk maakt. Waarschijnlijk gaan ze gewoon ook beter voetballen als Thijs voetbalverslag doet. We hebben nog een tweet, Tom. Die heb jij nog niet benoemd. Echt waar? Ja. Joost Niemuller. Oh, Joost. Ja. Joost. Ja, over GD Fans. Ja, dat is wel leuk. Want ik zag dat al. Ik ben nou al klaar met die bed and breakfast. Nou, Vans, die heeft. Uh, nou ja, ik vind dat echt stiekem eigenlijk wel het leukste. Zo'n bed and breakfast. <laughs> ik vind dat gewoon een leuke opname. Uh, van Vans ging in de katholieke kring rond. Hij is katholiek, hij is 100% tegen abortus, et cetera. Dus dacht ik, oké, okay, kom maar op. Uh, ook die Amerikaanse kanalen waren best wel positief. Nou zegt Joost Niemöller dus dat de vrouw van Fans heet Usha Chilukuri. Haar ouders zijn Brahmanen uit de deelstaat Andhra Pradesh in zuid In 2014 trouwden ze met een interreligieuze ceremonie. Zij is praktiserend hindoe, hij is katholiek. Kom daar maar eens om bij die racisten van de Volkskrant. Uh, dit, dit is heel uh, raar. Want als katholiek in een, trouwen in een interreligieuze ceremonie... dat wordt niet door de kerk gefaciliteerd. Nee. Dan trouw je echt voor een soort van totale vrijzinnige ja, niche-pastoor die echt niet in de gaten wordt gehouden door de bisdom, maar zeker niet door Rome, die, die dit soort dingen doet. Een interreligieuze ceremonie de bestaat toch officieel staat niet? Officieel. Het is een, gewoon een non-existent iets, dus je kunt er wel iets bij verzinnen, maar als je al een pastoor zo gek krijgt om erbij te zijn en zich ervoor te laten lenen... Ja, het is geen officiële huwelijksmis, of uh, er is geen uh, officiële huwelijkssluiting in katholieke zin. Dus het is geen katholiek huwelijk. Dus hoe kun je dan katholiek zijn als je eigenlijk niet eens katholiek kunt trouwen of getrouwd bent? Uh, het is fijn dat hij 100% tegen het abortus is, is, by the way. Ja. Maar uh, dat hij dus echt een diehard orthodoxe, traditionele katholiek zou zijn, volgens mij hebben ze al een paar kinderen al. Ik weet het niet. Vorige week. Ja. Dachten wij nog dat Fans een door en door 100% traditioneel katholieke jongen was? Dat, dat werd overigens ook gesuggereerd door een aantal Amerikaanse katholieke media. En hieruit blijkt gewoon dat hij dat niet is. Hij kan wel zich zo voordoen en zo, maar hij is het niet. Want als je met een vrouw samenwoont en je huwelijk is niet katholiek gesloten. Als de kerk een huwelijk toestaat met, toestaat met een partner van een andere godsdienst. He, wordt vaak nog, protestants wordt wel toegestaan als je serieus in het geloof staat. Niet-religieus wordt ook enigszins toegestaan. Het wordt zeker niet gestimuleerd. Maar de eis is dat de partner de kinderen volledig katholiek opvoedt samen met de katholieke uh, partner. He, dus dan wordt het huwelijk kerkelijk nog wel eens toegestaan. Maar een interreligieuze ceremonie als kerksluiting of als huwelijksluiting in de kerk, dat kan helemaal niet. Ja, maar dat is wel de reden dat ik vorige week ook zei, kijk, want ik heb dit dus, dit nieuws vanuit een andere hoek te horen gekregen. En dat was een politiek watcher uit Amerika die dat zei. En die zei dus, hij heeft ook, en dit is voor mij weer een verduidelijking, want ik heb me er ook toen niet in verdiept en dat heb ik ook uh, niet gekleend of zo, maar dat ik zei van, hij probeert in bepaalde staten aansluiting te vinden bij een basis die traditioneel niet op Trump zouden stemmen, maar die wel aanhanger zijn van JD Vance. Hij heeft een achterban. Oké, okay, comments, jongens. Ja, uh, hebben we ook? We hebben, we hebben echt veel tweets gehad deze week. Oh ja, gezond verstand. We hebben vorige, jaar, vorige keer over Vigano gehad natuurlijk. Uh, gezond verstand komt in het nummer van afgelopen week, dus dat is 27 juli. Uh, dus die was nog niet uit toen we het erover hadden. En is nu wel uit. De, dat, uh, op de vraag van Ingrid Schaafsma, die vraagt in welk nummer van gezond verstand. Dat stuk staat, het staat helemaal achterin op de laatste bladzij. Iemand vindt het uh, als Luteraan niet zo uh, fijn dat ik mijn superiore houding met het rooms-katholicisme ten, ten uh, toon Maar beter dan niet benoemen. Nou, weet je wat het is, uh, Henry Den Hengst? Het is gewoon heel simpel. Er is verder niks anders. En uh, ik ben katholiek. En je hebt wat Revo-podcasts. Ze zijn niet heel groot, maar je hebt ze. Je hebt verder geen katholieke podcasts. Dus dat, ik zie dat als mijn. Uh, waarom zou ik me daarin verschuilen, toch, mijn nou? Jij bent ja. niet katholiek, ik wel, ik praat erover. Maar dat benoemt Henry ook wel, ja, dat het daarom. wel van belang is. Ja, maar dat is een en hele simpele reden. Ik vond het een mooie comment op zich. Oké, okay. uh, ja. goed. Ja, nee, ja. Ik zag hem. Raar dat gedurende de jaren negentig niemand op Yeltsin of zijn kliek heeft geschoten. Blijkbaar waren er geen jonge gekkies in Rusland. Nee, weet je, jonge gekkies of gekkies zijn er alleen maar in landen waar uh, de Amerikaanse diepsteed een enorm interessant belang in heeft, of al heel erg aanwezig is. Dat is als er een aanslag is of een, uh, of een terroristische daad of uh, bloed en alles erop en eraan, dan is dat alleen maar in landen waar Amerika enorm veel belang in heeft en waar de publieke opinie even net bijgestuurd moet worden of even uh, bij de les gehouden moet worden. Ik ben nog wel benieuwd eigenlijk, want uh, Theresia die zei, beste Nico, van alle analyses die ik gehoord heb, en dat waren ze denk ik allemaal, is deze een van de meest nuchter en duidelijk. Waarvoor mijn dank. Want je hoort zoveel dat mijn hersenen pingpong spelen. Ja. En dat is ook wel zo. Je hoort allerlei verhalen. Ik heb wel één vraag. Want er komt wel steeds meer informatie naar buiten. Ik heb wel natuurlijk even met Nico gesproken. En hij zei van ja, communicatiefouten, dat soort dingen. Maar er komt wel steeds meer naar buiten waarop. Nee, nee het, kan, het kan enerzijds zo zijn dat Nico gelijk heeft. En dus Nico schetst een heel erg plausibel scenario. Maar dat het zo is gegaan, zegt hij niet. Hij zegt gewoon, bedenk je even, dit kan ook nog allemaal gewoon gebeurd zijn. Het kan gewoon een lone wolf zijn die met een, uh, een vaag idee dat dak op is geklommen. Hij had wel, uh, en die eigenlijk verbaasd was dat hij zo door kon klimmen zonder uh, wat dan ook. in één keer had hij uh, Trump in het vizier. Hè, en dan zit je met een ondermaats geweer wat eigenlijk net de afstand niet aan kan. Door een ondermaatse schutter die eigenlijk gewoon totaal, totaal doet wat hij niet zou kunnen. Of maar half zou kunnen. Ja, en dan toevallig uh, komt er een, gaat er een kogel door het oor heen. Er stond nog een leuk verhaal in de Wall Street Journal. Mm -hmm. Dat is namelijk dat hij heeft daar boven dat terrein met een drone gevlogen. Nou, mm -hmm. wat dus compleet bizar is. Mm -hmm. Wat hier de reden en wat hier de reden... Op het moment van die meeting? Uh, nee, net de, het schijnt net daarvoor te zijn geweest. Maar dan nog, uh, de Secret Service is daar tijden van tevoren aanwezig. En drone vliegen is... Uh, Helemaal in Amerika, behoorlijk gereguleerd. Ja, man, enorm. Ja. Ja. De, de, ja, het is zelfs zo alle nieuwe drones die je daar koopt, hebben ingeprogrammeerde uh, black zones. Dus dat zijn ja. gewoon. Je kun moet je dat ding vliegen. Kun nee, je gewoon niet in. Dan die stijgt drone, die niet op. Die, die drone die stijgt niet op of ga, houdt op bij de ja. grens van die zone. Ja. Dus en uh, je hebt tegenwoordig een dronepilootprivét nodig. In uh, je moet echt wel een diploma uit. hebben. Nou, dan moet je allemaal invoeren. Dus in de drone zit ook al gelijk de identificatie van degene die die drone bestuurt. Je moet zo'n ding verbinden ja, met het en dan internet. Dan kun je natuurlijk uh, hacken en zo. Ja. Dat is allemaal heel lastig. Dat kan. Alleen ja. als er een gehackte drone rondvliegt, ja, dan moet er ook een fake identity van de piloot ja. uh, in staan. Het verhaal wordt wel steeds leuker. Ja, ja, ja nee, uh, natuurlijk. Dat, uh, dat, dit soort dingen ja. zijn daarom juist allemaal heel leuk. Tuurlijk ja. is het leuk. Weet jij ook wie de ouders van deze jongen zijn? Ik weet hun namen niet, maar ik weet wel wat hun beroep is. Nou? Ja, die zijn allebei dus. Uh... welzijnswerker? Ja. Nee, echt? Ja, oh, echt waar? ja die oh, werken allebei in de ambulante gezo gezondheidszorg, ja, ja, ja. zeg maar. Ja, ja. Dus, ja. Kinderen van anderen in de vernieling helpen en ondertussen hun eigen nou, kind verwaarlozen. Dat vond ik ook een leuk detail. Ja, dat, dus, gebeurt, ook niet, dat gebeurt ook wel vaak. Ja. Beste mensen, we zijn aan het einde van onze sessie. Jij hebt nog een camera, Tom? Oh. Kijk, ik heb nog camera, de rest is uitgevallen. Nou ja, goed. Dan had het ook zo moeten zijn. Ja, dat is echt uh, gepland. We hebben uh, weer genoten. Bedankt dat u erbij was bij deze waanzinbarf. Mag ik nog één dingetje zeggen, toch? Nou, ik vind niet. nog wat leuks. Nou, ja, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik weet het niet. Nou, ik heb deze dus aan het begin van de uitzending gehad. Dit is een moscatel. Hm. En ik vond hem zo lekker. Ik heb echt, dit is gewoon, dit is een snoepje. Is ja, het is uh, heel erg lekker. Oh, dat ja. was het enige wat ik nog, maar ook, okay. ik, ik vond hem echt geweldig. Sherry's, dus uh, kijk gewoon lekker naar de uh, Aficionado Archipel op YouTube. Linkje staat onder, hieronder in de, uh, in de beschrijving, in de tekst. Naar die heerlijke nieuwe video met uh, Sherry's. Elke komende zondag vanaf vandaag drie afleveringen over sigaren en Sherry's. Want met een sigaar kun je gewoon het beste een lekker sherrytje pakken. Vergeet niet te liken, delen, share, oh, blauwen. Heel like, subscribe. Ga naar, even naar de Blauwe Tijger en dan kun je registreren op het hamburgerminuutje. Ons forum voor de Greenbox staat aan. U kunt uh, meediscussiëren. Uw eigen resultaten over de Greenbox kunt u op het forum zetten. Als u lid bent van de Blauwe Tijger en dat doet u gratis. Ga naar dat menu, klik erop en dan op uh, de knop registreren. En dan bent u lid. Krijgt u ook natuurlijk nieuwsbrieven en uh, vrij toegang tot video's die al dan niet van YouTube gegooid worden. Want op Bluetooth.studio staan al onze video's staan ook voor u beschikbaar in uw account. Ja. U krijgt hartjes van Menno als u zich registreert op Bluetooth.studio. In mijn gedachten ben ik altijd bij u. In gedachten is Menno bij u. Nou, hoe mooi kunnen we eindigen. Tot de volgende. Fijne zondag. Tot de volgende week.